Welkom bij deze Synchronous versus Ordered aflevering, waarin wij het verschil gaan bekijken tussen de revolves binnen de Synchronous en de Ordered omgeving. Nou, laten we deze keer beginnen in de Ordered omgeving en we pakken de revolve feature erbij, want in de Ordered omgeving pak je altijd eerst de feature en vervolgens ga je daar binnen de schets maken. In dit geval pakken we het voorvlak en gaan we een beetje deze vorm maken. Houd het gewoon even heel simpel. En we pakken hier de trim en we halen deze lijnen hier tussenin. Halen we even weg. Binnen de ordered omgeving wil die eigenlijk ook altijd weten waar de axis of revolution zit. Nou, dat is op zich, wanneer jij vanuit het origin werkt, heel goed te doen. Door gewoon de axis te pakken, het knopje. En in dit geval de z-as aan te geven. Mocht je hem nou over deze lijn willen draaien en heb je zoiets van ja, dat is op zich mooi. Ik zie trouwens dat we hier een dubbele lijn hebben. Laten we die eens even weghalen. En hier precies hetzelfde. Zo. Maak hier nog even een trim corner. En dan zou die zo goed moeten staan. Om even terug te komen op die draaias. Mocht je nou niet vanuit het origin werken, kan je hier natuurlijk ook gewoon deze as bijvoorbeeld aangeven. En wanneer je dan vervolgens weer zegt, zegt hij inderdaad van deze bestaat al. En je kan er eigenlijk maar eentje hebben. En als je dan op oké drukt, kan je nog een nieuwe aangeven. En dan zie je ook dat deze lijn weer teruggaat naar de originele lijn die we al hadden. Ik zet deze even snel terug. Stond op mijn andere scherm. Nou, wanneer we dan hier uit de feature gaan, komen we bij een aantal stappen. En deze zijn misschien wel herkenbaar ook van de gewone extrusion. Je hebt een non-symmetric, waarbij je dus inderdaad eerst één kant aangeeft. En vervolgens de andere kant aangeeft, dus bij asymmetrische vormen. We hebben uiteraard ook een symmetrische, die dus inderdaad in één keer een symmetrische vorm neerzet. En we hebben ook ja, de geen van beide versie, dus inderdaad gewoon rechtdoor. En deze kan je dus ook weer met keypoints vastmaken of eventueel hier al zeggen ik wil of een finite extent hebben, zoals je dus hier inderdaad aangeeft. Of ik wil gewoon dat die standaard 360 graden zit. Nou, met dit gedaan kunnen we de feature afvinken en dan zie je ook inderdaad dat de schets verdwijnt in de feature. Nou, met dit gedaan gaan we naar de synchronous omgeving om even het verschil te bekijken. Hier zit ook een revolve knopje. Maar in dit geval gaan we het gewoon eventjes op de, ja, lichtelijk gezegd de synchronous manier doen. We gaan een schets maken op dit vlak. Druk op F3 om het vlak op slot te zetten en Ctrl-H om op dat vlak te kijken. En dan gaan we hier weer een beetje dezelfde schets neerzetten. Dus ook weer op deze manier. Pakken we hier weer even de trim. En dan gaan we hier weer eventjes die korte lijnen bijvoorbeeld ook eventjes weer weghalen. Kan uiteraard sneller. Maar in dit geval wil ik eventjes laten zien hoe je dit inderdaad ook anders aan kan pakken. En waar je rekening mee moet houden op het moment dat je dus bijvoorbeeld met overlappende vlakken werkt. Nou, en in dit geval hoeven we eigenlijk helemaal niet de revolve feature te pakken. Want we kunnen nu heel gemakkelijk op dit vlak klikken. Onze steering wheel pakken en die op de z-as zetten. En dan zie je inderdaad dat er een wiel tevoorschijn komt. En wanneer we op dat wiel klikken, krijgen we dus eigenlijk hetzelfde principe als we net hadden in de ordered omgeving. Nou, dan hebben we ook hier weer een knopje met 360 graden of de finite. Hier hebben we symmetrisch, dus we hebben hier niet asymmetrisch in dat opzicht. En ja, hier hebben we dus nog een keer de draaias, maar daar hebben we hem dus eigenlijk al opgezet. Dus op het punt waar jij je steering wheel eigenlijk op welke as je die zet, dat is ook tevens je draaias. En wanneer we dan verder gaan kijken naar deze knoppen, hebben we hier bijvoorbeeld de live section. En dat is eigenlijk een soort doorsnede van de revolve die we op dit moment gaan maken. Dus op het moment dat we die aanzetten, zullen we straks aan het einde zien wat dat precies doet. En dan kunnen we hier nog eventueel keypoint selecteren om te kiezen tot waar we de revolve willen laten lopen. Nou, in dit geval zetten we hem gewoon eventjes op 360 graden en dan zie je dus hier de live sections. Het mooie hieraan is dat je hier een bemating op kan zetten en deze vervolgens ook gewoon aan kan passen. En dan zie je dus ook dat de feature zich aan gaat passen door middel van de aanpassing die jij gedaan hebt. Zo. Weet je, op deze manier, en dat geldt dus eigenlijk voor al deze
live section lijnen. Ja, maar net welke lijn je aangeeft om dus inderdaad de verlenging te laten lopen. Dus dit is best wel interessant. Hier kan je best wel heel snel aanpassingen mee doen binnen Synchronous. En dus ook inderdaad ervoor zorgen dat het net even allemaal iets makkelijker loopt. En dit is eigenlijk het verschil tussen de Revolve binnen Synchronous en Ordered. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.